Robots staan centraal in de fabriek van de toekomst. En hier in ons Experience Center bieden wij de engineer van nu en die van morgen de mogelijkheden om voorop te lopen. We zien hier de ABB 6-assige robot. Die heeft 6 graden van vrijheid. Dat zijn 3 translerend en 3 roterend. Binnen trainingen en dus in een onderwijsomgeving is de uitdaging vaak dat je de bereikbaarheid, want de robot die heeft beperkingen in wat zijn vrijheden zijn. Daar moet je dus een beetje inzicht in hebben van hoe kan het 3D. En wat daar heel goed in werkt is dat je, net zoals wat wij hier hebben, dat je wat ervaring op kan doen met de fysieke robot. Wij gebruiken deze robot voor training en testdoeleinden. We hebben trainingsmateriaal op verschillende niveaus ontwikkeld. Regelmatig krijgen wij studenten van het voortgezet onderwijs over de vloer die we helpen met hun studiekeuze. Maar ook gebruiken wij de robot voor gastcolleges, voor mbo- en hbo-studenten en onze summer- en winterschools. Maar ook onze eigen ervaren software-engineers die graag wat meer met robotica willen gaan doen. En ook kunnen wij allerlei technieken rondom robotica testen zoals ROS, Virtual Reality, Vision, Motion en Safety. We zijn op zoek gegaan naar een partner met een grote afzetmarkt. En ABB is een grote naam in robotica en een partij die net als wij investeert in kennis en kunde. En samen zijn we tot de conclusie gekomen dat deze robot uitstekend geschikt is voor training en testdoeleinden. Het is voor ABB ontzettend belangrijk dat mensen scholing krijgen, opleiding. Wij merken gewoon in de praktijk dat bedrijven, vooral het MKB, dat die worstelen met toepassen van robots omdat ze gewoon de mensen niet hebben, de kennis niet hebben om dat te kunnen inzetten. En MAIT leidt heel veel mensen op, dus zij kunnen die kennis bij die bedrijven brengen. Dus wij kunnen dan de robot leveren en zij kunnen programmeren. Ik had aangegeven dat ik robot erbij wilde gaan doen. Eigenlijk is het best wel, toen de mogelijkheid er was, heel snel op geacteerd zodat ik het kon gaan doen. En daarna was er ook echt de ruimte gemaakt en tijd. Dat ik ook daadwerkelijk met de robot kon gaan spelen, dingen uitproberen, dat vind ik mooi.